1 januari 2015. En hoe kun je dit jaar beter beginnen dan met een echt een ubervette prijsvraag? We gaan het doen. We gaan het gewoon doen op 1 januari. We gaan deze weggeven vandaag. Hoe vet is dat? De Kirat editie van de PlayStation 4 van Far Cry 4. Hoe awesome. Ik ga hem eerst even unboxen, want dan heb je die fun thuis niet meer. Want die ga ik dan nu van je ontnemen. Maar nu kunnen er ook meer mensen van genieten. Zo moet je het zien. Nou, zo gaat hij open. Oh. Oh, kut. Hebben we een schaar? We hebben nooit een schaar. We zijn nooit voorbereid. Oh, wacht, ik ga het zo netjes mogelijk proberen te doen. Maar als die breekt, dan... sorry. Zo, die is eraf. Er staat alleen maar op dat het voor de PlayStation 4 is, hè? Zodat je dat weet. Je moet hem zo houden. Zo. En dan doe je zo. Let op, let op. Klopt dit? Kut, klopt ook niet. Wacht, je moet hem zo houden. Ja, maar wacht. Hier zit het laadje. Kut, het zit... Oh, ja, maar nu zit het lipje weer onderste. Ik snap er helemaal niks van. Misschien moet ik het gewoon thuis doen. In ieder geval, dit laadje kan open. Er zitten allemaal dingen in. Hier zit sowieso de game in. En een soort leren... Wat is dit eigenlijk? Een soort... Notitieboekje. Een soort notitieboekje. Dat je de gamejournalist op pad kan spelen. En zo. Nee, is niet echt leer. Ruikt je gelijk. Maar je kan er wel notities in maken. Mooi, hè? Zo. En dit is een kaart voor Kirat. Dan weet je waar je alles kan unlocken en zo. Deze is heel vet. Deze hangt bij ons op het toilet. Hoe vet is dit? Pagamin poster. Zo. Nou, en dan komen we nu zeg maar, bij het pronkstuk. Die dan, ik weet dan niet hoe die open moet. En ik weet dan helemaal niet hoe die straks weer dicht gaat. Maar dat zien we dan wel weer. Dit is hem. De figurine. Oh, hij is best wel vet eigenlijk. Er wel allemaal dingen uitvallen. Kijk. Zit er nog wat in? Ja, hij is sowieso een vette doos, vind je niet, Tom? Ja, die kun je openvallen. Ja, dat zeg je elke. Oh. Ja, maar hoe? Oh, zo. Oh, zo moet hij. En dan moet hij zo staan, zeg maar, in de jungle zo. Yo. Maar het is een heel leuk soort saillant detail. En dat is de achterkant. Er zit namelijk een laadje in. Hier kun je dus straks, ja, ik zou het straks niet als mensen deze video hebben gezien, want jullie weten het allemaal, maar hier kun je dan al je geheimen in bewaren. En er zit ook een briefje in. En op dat briefje staat volgens mij een wijsheid. En in dit geval is de wijsheid... Feed a man a demon fish, he eats for a day. Teach a man to demon fish, he gets eaten. Mmm. Mmm. Mmm, diep. Diep. 2015 begint diep. Maar nou, dat is dus het geheimlaatje. Nou, dit zit allemaal in de special edition. Wij geven hem weg. Je kan een week lang meedoen. Volgende week kiezen wij een winnaar. En die gaan we heel gelukkig maken. Dus heel veel succes. En prettig 2015.